Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer eens een keer een Redstone Showcase game. We gaan vandaag eens kijken naar, volgens mij, het grootste Redstone gebouw wat wij tot nu toe bekeken hebben. We hebben best vaak een beveiligd Redstone huis of zo bekeken. En dit keer gaan we een hotel bekijken, die als het goed is ook door Nederlanders gemaakt is. Want het grappige is, als je de map downloadt, een linkje ervan ook in de beschrijving, dan staat de mapnaam staat achter streepje kopie. En dat is letterlijk alleen als je een Nederlander bent, met een oude PC volgens mij. Ja, of hij heeft ergens gewoon een hele goedkope computer op de kop getikt op www.marktplaats.nl. Ja, in ieder geval gaan we die dus bekijken. Als het goed is waren er 5 verdiepingen of zo en van alle handen redstone erin. Dus we gaan het allemaal bekijken. En laat ik even een duimpje omhoog achter als je er zin in hebt. We zullen het meemaken. Hier zijn de makers verstopt. Oh ja, en eentje naam had ik net verkeerd. Ik dacht dat het C-blab was. C-blab. Oh, C-balb. C. Ja. Ik denk, wat zeg jij jongen? C-blab. Oh, wat is dit? Jezus. Kijk, dat zijn 7 verdiepingen. Oh, 7. Oh nee, grapje. 4. Oh, maar die kamers heten gewoon zo. Luxury. Basic luxury. Please buy a key around the corner. Oh, we moeten een sleutel kopen. Dat bepaalde jij niet. Moeten we dat hier doen? Nee, hier. Hier moet dat toch? Only one person at a time. Buy your key here. Oh, wauw. Only a certain... Ja, maar... Only één persoon tegelijk. Hij rent er weer meteen in. Nee. Eentje tegelijk in de ding. Je moet er emeralds in doen, maar die hebben we helemaal niet gekregen. Confirm your selection. Wat heb je er nou in gedaan? Ja, niks. Pak eens wat emeralds dan. Moet je niet zo moeilijk doen. Hier, een stack. Kijken wat we krijgen als we een stack in gooien. Ja, dan kennen we eruit. Maar we moeten hier keys kopen, dat kan ook met die. Met die keys kunnen we daar ook dat huis voor door, ja, hier. Wacht, hij was... Want als je er... Als je er 1 emerald in doet, kun je een basic kamer in. Met 2 kun je een luxury kamer in en die andere een luxury plus. Oh, wacht even. Ik heb nou de basic. Heb je die gekregen? Ja. Waarom floept die melker terug? Oh, luxury. Ja, dan moet je daar op confirm klikken. Ja, wacht. We doen die plus plus. Hoppa. Dan komt hij er hier uit als het goed is. Ja, ik heb hem. Lekker man. Oh nee, het is Duits. Zimmer hebben ze in plaats van kamer. Dat is een Duitse dingen. Oké. Maar doe die andere ook even, dan hebben ze alle 3. Dan kunnen we alle kamers binnen. Ja, ik... Oh. Is goed. Dus ook die normale luxury en die basic. Basic fit. Oké. Wie koopt een broelie? Dat is de basic. Oh, dat is basic kamer 4, zegt hij nu ook. Oké. Okay. En die andere is luxe plus plus simmer 1. Ja, wacht even. Ik moet ook luxury hebben. Oké, nou hebben we luxury. Confirmen. Hoppakee. Hij is springen. Ja, oh, dat is nummer 6. Maar al die kamers zullen wel hetzelfde zijn, denk ik. Ja, en je krijgt een emerald terug, dan kun je eruit. Ah, op die fiets. En hier heb je de lift. En de staircase, we gaan ze even... Binnen. We gaan natuurlijk de lift in gebruiken. Garden. Dat vinden we niet zo interessant. We gaan gewoon de lift in gebruiken. Waar zijn de liften? Library. Wat de... Huh? Ze zijn net als Harry Potter. Dat je door van die dingen heen moet. Oh, wauw. Je kon gewoon naar rechts lopen. Oh, echt? Ja. Lol. Maar ik denk niet dat hier iets te vinden is. Lol. Laughing out loud. We gaan gewoon naar die liften. We gaan gewoon die kamers kijken. Swimming pool, lift to... basic rooms. Wacht, welke key had jij? Basic nummer 4. Oké, die is hier. Deze, helemaal achterin. Dat is 3, jongen. Oh, lol. Oh nee, dat is 2 trouwens, deze. Doet hij het ook echt niet dan? Nee. Dit is wel echt knijtergrappig gemaakt. Oei, gek. Dus gewoon een badkamer ook. Hebben ze hier ook lampen?
Schonnen badkamer. Ja, inderdaad. Het mag wel licht hier. Nee, je moet je kaart erin doen. Dan gaan die licht aan. Op een dingen natuurlijk ook. Jongen. Oh, jawel. Nice. Oh, lol. Dat is wel grappig. Net werkte dat namelijk niet. En als ik hem nou eruit haal... Oh, hè? Huh? Ja, hij is ook weg. Wel echt een ziek groot balkon voor een basic kamer. Nee, het is... wacht eens even. Nou is die key eruit. Of niet, hè? Huh? Net kreeg ik hem terug. Nou ben ik mijn key kwijt. Ga jij er eens uit. Ik ben hem nou kwijt. Ja, ik kreeg hem net terug. Je kan hem maar één keer in en één keer uit. Wat een onzin. Ja, fijn. Nou, de rest van de... Oh, dat is allemaal gewoon hetzelfde. Ja, oké. Okay. We gaan naar de luxury. Luxury! Hier zijn de liftjes. Call elevator. Moeten we dan hier op drukken? Nee, toch. Oh, hier. Er zit gewoon een knop. Jongen. Komt jam. Of niet? Ik dacht dat dit de lift al was, joh. Komt niet veel. Jawel, hier. Of niet? Wat bedoel jij nou, jongen? Huh? Dit zijn toch die liften? Dit en dit. Hier, dit is de no ground. Tweede, derde. Maar hij gaat niet omhoog of naar beneden, niet. Hoe kan dat nou? Varkentje. Restaurant, maar waar is het restaurant? Hebben we hem niet gezien. Oh, hier is het restaurant. Lol. Yo, knijtergroot. Waarom kan het hem nou niet? Hier zijn ze tegelijkertijd even aan het optreden hierin. Dat is echt... Zijn we in het Redstone Hotel en dan doet de lift het niet. Kan gebeuren. Wat zou je moeten pakken dan? Home Alone. Oei. Gebeurde iets. Oh, wacht. Dit is met... Melone scheiße. Nou, we gaan. Ik heb even een openingetje gemaakt. Keks! We gaan eerst naar. Waar ga je heen? Waar ben jij? Oh, hij vliegt gewoon omhoog. Ja, ik ben nu in de eerste. Oh, dit is Luxury 1. Welke hadden wij? We hebben Luxury 6. Die trappen zijn wel echt lachen gemaakt. Luxury 6. Oh, dan moet je echt knijten ver omhoog. Met die bellen erbij. Ja, een beetje overdreven wel, die bellen. Luxury plus plus. We zijn al te ver. Bot non de ju. Huh? Hoe kom je aan luxury 6? Hier is luxury 3. En hier op die overloop niet nog kamers. Oh ja, hier is luxury 6. Dex. Erin steken. Ja, die doet het niet. Houd hem maar in. Fijn, hij doet helemaal niks. Dit is wel luxe dit. Jawel. Luxe kamer. Hier, knijtergrote badkamer. Televisie. En die basic die was veel groter dan deze. Nee jongen, ga daar achter. Kijk die badkamer. Hier zit een hele bibliotheek in, gek. Heb je dat niet gezien, die boekenkasten? Oh, ben ik gewoon echt meteen langs afgelopen. Het is groter, knijtergroot. Ik kwam alleen de televisie kijken. Waarom doet hij nou het niet? Ik wil dit zien. Sofa-steuering. Ja, daar is de bank. Dan komt die bank omhoog waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, maar we hebben niet goed de key erin gegooid. Ja, jij niet. Jij had die key. Ja, houdoe. Niks doet het hier. Mooi, we gaan naar... Ja, nice. We gaan weer verder omhoog. Naar de luxury. Plus plus. Daar hadden we ook een key voor. Nummer 1 hebben we daar. Ja, er is ook maar 1. Ook wacht, laat mij die dingen er maar in doen, want jij snapt dat wel niet. Wow, yo, dit is wel echt. For the light, look at the walls. Oh ja. Dat is ook echt het enige wat ze kunnen maken. Maar
Oh, je kan hem alleen uitzetten. Jezus, kijk hier. Kijk hierachter. Je zit even in een gang, dan zijn de u tegen. Hey. Kijk hier, gek! Kijk zo'n bibliotheek. Dit is wel echt wel lollig gemaakt. Wel echt dik uit. Ja, nee, die had twee van die slappe... Hier ligt! Hier, jongen! Nederlanders! Hier! Hier! Ligt aan Aus. Ah, nee, Duitsers. Anus. Ligt aan Oes. Ja, echt. Oh, deze kamer is echt dik. Ook is dik. Je hebt gewoon de hele bovenverdieping. Dik maar! Maar dan wel maar een karig balkonnetje. Het enige wat je daarop kunt doen is naar beneden springen. Head first. Hutse fluts. Oh ja, ze hadden er wel inderdaad aan elkaar mogen maken. Nee, hoe bak is het naar de grond? Maar is er nog meer hier in die kamer? Als het enige is, dan vind ik het nog maar een beetje karig. En die andere kant is gewoon precies hetzelfde, of niet? Wow, yo. Oh, dat was dit nog. Kijk hier dat bed. Dat is echt knijtergrappig gemaakt. Geen veel kamers wel. Ook bed. Oh, hier. Oh ja, zo'n... Maar dan wel twee van die karige kleine bedjes. Had dan gewoon van wol een groter bed gemaakt. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Was dit? Nogal in een badkamer. Dit vind ik wel lelijk, hoor. Wat? Dit is wel echt lelijke blokken, dit. Wat, blokken. Daar hoor je. Black Geest. Nice. Ja, ik vind het wel iets toevoegen. Daka. Ah, dan hebben we volgens mij alles al gehad, of niet? Zit er hier boven nog iets verstopt? Dat was wel een beetje karig. Ja, maar het idee is wel leuk. Alleen, een beetje jammer uitvoering met de lift. Jammer, jongens. Oei, gek. Ja. TP's. Wat had ik gevonden? Oh. Het rest van je thema niet werkt. Dacht ik, kijk even. Jezus. Het zijn wel allemaal gewoon losse kamers in één huge-ass gebouw. Nou, wel lachen. Oh, wauw. Kijk hier. Je kan er zelfs markeren. Dat wist ik helemaal niet. Wat kan je markeren? Oh ja, lol. Wow, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is allemaal nieuw. Nou ja, dat was hem dan toch wel, mensen. Vonden jullie in ieder geval de video leuk? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Map staat in de beschrijving als je zelf wilt bekijken en de liften wil verbeteren. En... Zien we de volgende keer weer? Later! Later, hè.